Dit is het boek over Frida Kahlo. En het is geschreven door Maria Isabel Sanchez Vegara en de illustraties zijn van G. van Eng. Frida werd geboren in Mexico. Ze was de dochter van een fotograaf en als je naar haar keek, wist je al dat ze een bijzonder meisje was. Op jonge leeftijd kreeg Frida een vervelende ziekte. Haar been werd daardoor zo dun als een stokje. Maar Frida was een moedig meisje. Ze trok af en toe zelfs mannenkledij aan. Ze was anders dan de andere mensen. Op een dag, toen Frida 18 jaar was, stapte ze in de bus. En toen, boem, in één klap was Frida's oude leventje voorbij. Na haar ongeluk moest Frida heel lang in bed blijven. Om iets te doen te hebben, begon ze haar eigen voeten na te tekenen. En daarna besloot ze, ondanks alle pijn, om zelf portretten te gaan maken met behulp van spiegels. Ze schilderde zelfs haar samengegroeide wenkbrauwen. Frida schilderde het ene schilderij na het andere, tot ze weer beter was. Toen besloot ze haar kunstwerken ook aan andere mensen te laten zien. De beroemde kunstenaar Diego Rivera was meteen dol op Frida. Hij wist niet wat hij mooier vond, haar schilderijen of Frida zelf. En al snel trouwden ze en hun liefde voor elkaar was heel bijzonder. Twee zulke verschillende mensen die toch heel erg op elkaar lijken. In haar schilderijen liet Frida zien hoe ze zich voelde. Ze schilderde over haar verdriet, over haar ziektes en heel soms ook over vrolijke dingen. En toen kwam de dag dat Frida haar eerste echte tentoonstelling kreeg. Haar vreemde zelfportretten waren al snel groot nieuws. Iedereen praatte erover. Ook de rest van de wereld was weg van Frida's werk. Niets kon Frida nu nog tegenhouden. Zelfs ziekte, pijn of liefdesverdriet niet. De wereld was van haar. Als we iets kunnen leren van Frida Kahlo, dan is het wel om te genieten van het leven en je zorgen te vergeten. Viva la vida! Durf te leven!